U kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er trekken wolken over ons land, die liggen nu nog op de Noordzee, maar komen geleidelijk in oostwaartse richting. Dat betekent dat vanochtend de zon nog schijnt in het oosten, in het westen raakt het langzaam bewolkt en aan het eind van de ochtend kan daar een eerste regenspad vallen. Temperaturen vanochtend de graad of 6, vanmiddag loopt het kwik nog wat verder op en dan wordt het ongeveer 9 of 10 graden. Het raakt bewolkt en er valt van tijd tot tijd wat regen, maar in het noordoosten van het land blijft het waarschijnlijk wel droog. Er staat een matige wind uit een westelijke richting, kracht 3. Vanavond vooral in het oosten nog wat regen, in het westen is het waarschijnlijk wel weer droog. De temperatuur daalt naar een graad of 6 en de wind is zwak of matig. Morgen een matige noordelijke wind met vooral over de oostelijke helft van het land bewolking en perioden met regen. Temperaturen zo tussen de 7 en 10 graden, en mogelijk wat opklaringen later op de dag in het westen, met nog een beetje zonneschijn. Donderdag eerst wat zon, daarna weer regen, een graad of 8. En ook vrijdag en zaterdag is het wisselvallig met ongeveer 9 graden. De zon schijnt af en toe, maar er trekken soms ook storingen over met wat buien. En de wind is hoofdzakelijk westelijk en matig. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl